tegenstelling tot wat veel mensen denken, is Arnhem niet ontstaan aan de Rijn, maar aan de Sint-Jansbeek. Deze beek was de belangrijkste levensader van de stad. Ooit stonden er 10 watermolens langs de beek, die de economie van Arnhem letterlijk draaiende hielden. Eind 19e eeuw werd de beek voor een belangrijk deel ondergronds gebracht. Sinds kort loopt de Sint-Jansbeek weer open en bloot dwars door Arnhem. En daarmee is de wens van heel veel Arnhemmers in vervulling gegaan. Maar heeft de natuur er ook iets aan? Vandaag gaan we op stadssafari in Arnhem. In het buitengebied heeft de natuur het steeds moeilijker. Maar hoe gaat het eigenlijk in de stad met de vogels, de vlinders en de insecten? Het weer bovengronds brengen van de beek is een gezamenlijk project van de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel. Het waterschap pompt het water in de beek en houdt de kwaliteit ervan in de gaten. Het is net alsof hij er altijd al was, hè? Ja, het is... Als je ziet hoe rijk die begroeid is al met algen, dan zou je zeggen, het ligt er al langer. Ja, ja. Want hoe lang is het nou open? Ik, volgens mij pas een halfjaartje. Nou, maar net eigenlijk. Ja, ja. En dit is echt de oude loop vanuit honderden jaren terug. Hier was hij altijd. Hier heeft hij altijd vroeger gelopen, ja. En wanneer is hij dichtgegooid? Hij is volgens mij dichtgegooid eind 1800 al. Want? Ja, gewoon men ging bouwen en het water was ook vies. En de watermolens, of papierindustrie en zo, dat werd allemaal overbodig. Mm-hmm. Dus toen kwamen de andere prioriteiten. Zit er al wat in ook? Ja, als ik zo... Ik heb daar ook al een beetje gekeken, maar er zit al heel veel in, hoor. Oh, daar beweegt iets? Ja, die kleintjes. Ja. Dat zijn duikerwantjes. Ja, die zijn ook gek op die algen hier. Dus, dat is een prima habitat voor die beestjes. Ja. En ik zie wel vloerkreefjes hier langs de kant. Waar? Oh, daar, ja. En hoe lang moet dit nou ontwikkelen voordat jullie van het waterschap zeggen, kijk, nou is het een volwassen stadsbeek waar je echt wat aan hebt? Nou, wij vinden nu dat die algenontwikkeling, daar zijn wij natuurlijk helemaal niet blij mee. Nee. Want die algen raken ook los, centraal algen, gaat voor het droogste zitten en dan raakt het verstopt. Mm-hmm. En bovendien kun je ook zien dat het eigenlijk veel te voedselrijk is nog. Te veel fosfaat, te veel stikstof zit er eigenlijk nog in. Ja. Dus eigenlijk zou het iets schoner moeten zijn en een andere manier om het op te lossen is het wat harder laten stromen. Je kunt het wat harder laten stromen. Ik heb al voorgesteld om ook wat wortelstukken van bomen in te zetten. Aha. En wat grote stenen erin te zetten, zodat er meer turbulentie komt. Door die turbulentie krijg je waarschijnlijk wat minder algen. Ja. Wat krijg je dan uiteindelijk? Dat er ook vissen in gaan zwemmen? Of dat er, ja, er zal vooral in zo'n stromend water, er komt vooral bermpje en stekelbaas, dat komt erin. Stekelbaas, ja. Kan hier gewoon weer zwemmen? Ja, stekelbaas komt er zeker in. Maar ja. Paling en snoek, dat is wat te ver gevraagd. Nou, een snoekje zou ook wel kunnen. Echt? Maar een snoekje heeft natuurlijk wel heel veel vegetatie in het water nodig. Ja, ja, ja. Zie ik nou een goudvis? Er zitten nog steeds wat goudvissen in, ja. Hoe kan dat nou? Ja, er zijn toen goudvissen ingegooid, die moest men er weer uithalen. Ja. Maar het schijnt dat er nog steeds mensen zijn die af en toe nog een keer zo'n goudvisje erin gooien. Dat vinden ze gezellig? Ja, ze vinden dat wel leuk, ja. Ja. Dus dit wordt het grootste stadsaquarium van Nederland? Nou, dat zou best eens kunnen dat dat zo blijft, hoor. Ja, dat het zo blijft. Maar ja, als er iets meer stroming in komt, dan gaan ze ook wel verdwijnen. Maar spoelen en ook als die goudvissen zo de Rijn in? Ja, die spoelen de Rijn in en dan komt er wel een snoekbaas of een snoek en dan zijn ze weg. Einde goudvis. Einde goudvis. Zo, een stukje verder? Ja. Rondom het centrum van Arnhem, daar lopen de Jans Buiten en de Jans Binnensingel. En daar middenin, daar ligt een parkje met wat water. Het Musespark, bij het Musesacrum. En dat is wonderbaarlijk, maar er zijn heel veel vogels die dit uitkiezen als hun leefgebied. En een van de soorten die hier, nou ja, je kan wel zeggen, massaal zit, dat zijn deze grauwe ganzen. Eigenlijk heel bijzonder,
Want grauwe ganzen waren nog niet zo lang, enkele tientallen jaren geleden, nog stikzeldzaam in Nederland. Is zelfs heel lang uitgestorven geweest als broedvogel. Maar hij is helemaal terug. En ook hier. Ja, dan zou je denken, het zijn gewoon tamme vogels. Maar we weten dat dat niet zo is. Want een aantal van die ganzen die hebben van die groene halsbanden om met een code. En dat is gedaan door onderzoekers om te onderzoeken waar ze vandaan komen en vooral waar ze naartoe gaan. En daardoor weten we dat er onder andere ganzen die hier in Arnhem geboren zijn, wegtrekken naar België, maar zelfs helemaal naar Spanje. Dus het zijn ja, wilde vogels, maar een beetje tam. En ze gaan er vandoor. Dit is elke, hier wordt de beek elke beetje gestuwd door middel van een vistrapje meteen. We hebben meteen gebruik gemaakt van een vistrapje. Je kunt ook de vissen in de toekomst allemaal doorheen zwemmen. Nee, ja. Ja. Dan krijg je en dus, zalm in de Sint-Jansbeek. Ja, dat zou kunnen. Die kant op? Ja. Hey Bert, hoe lang is die Sint-Jansbeek eigenlijk? Ik weet het niet precies, maar ik schat hem op zo'n 700-800 meter. Het is echt een heel klein beekje. Ja, hij is maar een klein stukje zo, ja. En maar toch, de rest loopt hij ook weer beduikend naar de Muziekzaken, naar de vijver. Aha. En daar staat een pomp en daar wordt water in deze beek gepompt. Het is niet een spontane bron of zo? Nee, nee, het water van de Jansbeek gaat naar die vijver en van daaruit wordt deze beek gevoed. En waarom heet het dus een Jansbeek? Na de kruistocht in 1200 is een orde hier gevestigd met de naam van de Sint-Johannes de Doper. Dus Liada Johannes de Doper. Ah, waterdoper. Ja, Johannes de Doper. En daar is Sint-Jansbeek van afgeleid. Heeft het ook nog nut verder, los van de natuur? Nou, het heeft verder nog ook het nut van. Mensen krijgen er ook goede zin van. Hè? En als het regent, dan hebben we hier dat verharde oppervlakte. Dat water kan dus ook in die beek afgevoerd worden, hè? Zonder dat het in de riool komt. Ja. Ja, zo'n idee. Hé, hè? Dit is een los onderdeel. Schepnet. Nou, ik dacht het niet, Bert. Wow, je kunt niet eens bukken dit ding. Zeg het. Wow. Ik ga het even beschaafd doen. Zo, beter. Oh, ze hebben niet zo diep. En nu? Wat ligt dit allemaal op de bodem? Keien. Heb je wel eens fietsers bekogeld met algen? Dat heb ik nog niet gedaan. Zal ik dat een keer doen? Kun je nou mooi doen. Dat vind ik wel leuk, daar komt er net een aan zo. Echt niet? Het is algen, dat moet eruit. Pats. Zo. Heb je al iets? Ja, ik heb wel wat. Ben benieuwd. Oh, die algen kan je net zo op de kant gooien, toch? Dan... Ja. Hé, visjes. Ja, er zitten wat visjes in. Wat is dat? En wansen. Duikerwansjes. En dit. Dat kunt ook dadelijk in de bak gooien. Oh ja, doen we in de bak. Maar dat zie je niet zo. Ja. Ben benieuwd. Komt er iets? Ja. Je houdt het spannend. Oké. Zie, daar heb je hem. Wat is dat? Dat is een duikerwans. Het ziet eruit als een gigantische teek. Je hebt er nog één. Een duikerwans. Duikerwansen. Op de kop. Hier, dit zijn hafjes. Hafjes. Eendagsvliegjes. Allemaal watermijten. Ja. Hier, dit is... Dit is een schaatsrijder. Dat is een grote schaatsrijder. Wauw. Aquarius paludum. En je ziet, dit zijn eigenlijk... Ik weet niet wat het is. Dit zijn geen stekelbaasjes. Voortjes. Dit zijn meer... meer brazempjes. Brazempjes? Ja. Lekker. Kijk, hier een muggenlarven. Oh ja. Zijn witte muggen naar buiten. Maar het is eigenlijk boven verwachting dat een beek die pas een half jaar weer stroomt. Ja. Dat daar nu al zoveel leven in zit. Ja, ja.
Wauw. Ja. Nou, dit zijn dus dieren van, allemaal van dit jaar. Hè. Mm-hmm. Die jonge visjes zijn van dit jaar. Die, die wansjes zijn sigara's, zijn dat. Ja. Ja, en die gerdes, dat zijn mooie schaatsrijden, mooie grootte. Ja. Dan krijg je toch weer een soort nieuwe biotoop in de stad, hè? Ja, zeker. Want je zeker. Krijgt eerst insecten, ja. En dan krijg je grotere beesten, ja. En dan ja. Krijg je vissen, ja. En dan krijg je weer vogels. Zeker, alles vult elkaar aan. Ja. 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 Nou, zei jij dat deze beek genoemd was naar Johannes de Doper, hè? Ja. Dus het lijkt mij wel even een mooi moment om toch ook even zo goed gedaan, Bert. Zo. Ja, een wonderlijk plekje hier. En dit soort wonderlijke plekjes heb je vaker in de stad. Want eigenlijk is de natuur in de stad helemaal niet gewenst. De ambtenaren die bezig zijn met het onderhoud van straten en stoepen, die zijn een continu gevecht aan het leveren tegen de natuur. Want als je even niks doet, dan schiet overal het groen omhoog. En ook hier. Want dit was leuk bedacht. Dit was een bloemenperkje met deze plantjes, verbena. Er staan wat struikjes tussen. Maar de natuur neemt het over, want ze zijn hier, denk ik, vergeten te wieden. En het is meteen een bloemenzee. Misschien niet de allermooiste, het is allemaal een beetje grijs en grauw. Ganzenvoeten, verschillende soorten melden staan er. Er staan wat klaprozen. En je ziet ook meteen dat het meteen insecten aantrekt. Op die melkdessels die her en der staan, daar zitten overal klein koolwitjes op die daarvan komen snoepen. En ik hoop dat dit nog even mag blijven staan. Want zeker die melders en die ganzenvoeten, nu bloeien ze. Maar over een paar weken, de komende maanden, dan gaan die zaad zetten. En in de winter is dat echt een magneet voor heel veel soorten vogels. En er komen allerlei vinkachtigen vooral. Die komen dan op dit soort kleine stukjes af om hier die zaadjes op te eten. Dus wie weet, als je hier komende herfst tussen het Musisacrum en het centrum staat en je komt het gekke bultje met al die planten tegen, dan zitten hier de vinken en misschien wel kepen en misschien zelfs wel een rietgoois. Want zelfs die komen midden in de stad. Hartstikke mooi. Mooi dat glooiende. Misschien wel het mooiste stadspark van Nederland. Misschien wel. Misschien wel. En daar ergens ontspringt die Sint-Jansbeek? Ja, daar ginds achter zijn verschillende kwelletjes. En dan komt hij eerst via vijvers komt hij dan hier in deze beek. En heb jij nou het gevoel dat hij dan letterlijk ook een brug slaat? Dat is heel gek, een beek die een brug slaat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Tussen de buitennatuur en de stadsnatuur. Dat mensen dat ook zo voelen. Ik denk het wel, dat mensen gewoon die voortzetting gewoon ook ondervinden wel. Maar dat het stukje natuur gewoon bij hun voortgezet wordt. Ja. Ja, en op die manier komt de natuur letterlijk de stad in. Absoluut. Dus zeg jij dat nou in zijn eigen woorden, hoe belangrijk is dit? Hoe belangrijk is dit? Het is natuurlijk een persoonlijke belevenis wat je van natuur ondervindt. Een hele groep mensen vindt natuur heel belangrijk. En dat proberen we ook aan de mensen door te geven. Andere mensen vinden andere dingen belangrijk, maar dit proberen wij dus weer door te geven. Ja. Bewoners van Arnhem hebben de laatste jaren initiatieven genomen om in hun stad groene oases te scheppen. Oud-biologieleraar en IVN-gids Frans Koops kent al deze plekken. Een mooi beschut plekje in de stad. Ja, het was tot, ik weet niet hoe lang geleden, één kale vlakte, betegeld enzovoort. En de ouders van de school hebben toen gezegd van, daar kunnen we wat mee. En het leuke is dat hier een stukje natuur ontwikkeld is, wat eerst een kale boel was, maar dat het ook zo gebruikt wordt. He, dat kinderen die komen hier, daar spelen ze, hier tuinieren ze. Ze komen echt letterlijk in aanraking met ja, de natuur. Ja. Mooi is dat. Mooi, allemaal groentes en kruiden. Kruiden. Van alles en nog wat. En hier kan je door. Naar het schoolplein. En daar spelen ze verder. Hoe belangrijk is het dat we van die groene eilandjes in die stad creëren? Nou ja,
heel belangrijk. In een stad heb je een temperatuur die gemiddeld toch altijd 5 tot 7 graden hoger is dan daarbuiten. Ja. En groen helpt gewoon om de temperatuur te drukken. Die planten zuigen water op en die verdampen een hele hoop. Want je hebt voedingsstoffen nodig en die zitten onvoldoende geconcentreerd in het bodemwater. Ja. Dus wat je over hebt, verdamp je. En als je verdampt, dan heb je warmte nodig. En die warmte wordt uit de omgeving onttrokken. Dus alleen al een hoeveelheid groen drukt de temperatuur een aantal graden. Het is een beetje een gekke plek, want ik lig hier op de grond in de Ketelstraat. Een van de drukste winkelstraten van Arnhem. En ook hier, letterlijk tussen de straatstenen in de voegen, is natuur te vinden. En hier voor mijn neus staan al 1, 2, 3, 4, 5 verschillende soorten planten. Hier schuifkamille, hier groeit een grote weegbrei. En hier, die doet zijn naam echt eer aan, straatgras. En dit is zo'n plantje wat echt, bijna gemaakt is om op straten te groeien. Heel plat, kan goed tegen betreding. En binnen een paar weken tijd is dit plantje een plant geworden. Van zaad tot plantje, bloeit binnen een paar weken. Dus binnen een jaar heb je heel veel generaties nieuwe plantjes. En volgend jaar is nog veel meer. En ieder zaadje wat tussen de stenen komt en vindt daar een klein plekje met grond, die kiemt daar. En hiernaast staat er nog eentje. Even kijken of ik hem eruit gevest krijg. Het is kleine vetmuur. Liggende vetmuur. Hij is heel klein. En die hele kleine witte puntjes die eraan zitten, dat zijn zijn bloemetjes. En dit plantje, dat is ook echt gebouwd voor de stad. Al dat gestamp van de mensen eroverheen, maar ook zo'n figuur als ik die hem in stukken trekt. Dat maakt hem niks uit, want ieder stukje wat op de grond valt, dat groeit weer uit tot een nieuw plantje. En dit is nog wel grappig. Hij is lid van de anjerfamilie, de liggende vetmuur. En het ziet er misschien niet zo uit. Het lijkt voor geen meter op die anjers die Bernard op zijn revers had. Maar dus zelfs in de allerdrukste winkelstraat, als je aan het shoppen bent, kijk een keer waar je voeten neerzet. En dan kom je daar een hele serie planten tegen die gebaat is bij het leven in de stad. Dat is echt een flinke muur, Frans. Ja, dat is wel de moeite waard. Jeetje. En Margriet op driehoog, wat is het? Ja, daar zit Margriet. Hier hebt u een hele hoop vrouwenmantel. Ja, en een wisteria. Een zeepkruid. Wisteria. Wat is wisteria? Blauwe regen. Oh ja. Nee, ben je niet onder de indruk van mijn Latijnse kennis? Ja, ik vind het prachtig. Kijk. Ik leer nog wat. Ik hoop dat ik het goed heb. En hoe onderhoud je dit nou? Want als er wat dood is, dan ben je het haasje. Nou, Het belangrijkste is dat het een beetje nat gehouden moet worden. Dus als het echt een hele droge periode is, dan wordt het bespoten. Aha. En verder groeit het wel. Ja. En als het eenmaal goed op gang is, dan blijft het wel. Het is natuurlijk een enorme steenklompbuurt. Het is wel mooi dat je zo'n hele groene muur hebt. Nou ja, daar vlak om de hoek hebben we ook nog de spoortuin. Dus binnen deze steenklomp hebben we toch nog wel wat groene eilandjes. Ja. Mooi. Stuk groen in de in de stad. Charmant plekje. Prachtig. Ja, prachtig. Watertuin. Een van de spijkertuinen. Oh, kijk. Dit is je al. Ja, ik kom hier wel vaker. Nou. Zie je, dat is toch. Het is echt een watertuin. Ja, daarboven is nog water. Ja. Dat loopt over als er genoeg water is. En dit is ooit hier echt gemaakt? Hier heeft een drukkerij gestaan. Ja. En de grond moest gesaneerd worden.
En er is ontzettend gespit om die oude grond eruit te halen. En toen hebben ze gezegd, jongens, als jullie gooien het nou niet meer gewoon vol en egaliseer het. We gaan er hier wat leuks van maken. En hoeveel van die tuinen zijn er nou verspreid door het hele Spijkerkwartier? Het was eerst de ecologische tuin, toen kwam de watertuin erbij, toen kwam de achtertuin erbij, toen was de bestedelingentuin. Dat is makkelijker toegankelijk en dat is vooral ook voor kinderen met wat speelgoed. De spoortuin, de schooltuin. Nou, dus, wacht eens op de voortuin. Ja. Groter dan je denkt ook. Als je niet goed oplet, dan kan je het helemaal niet vinden. Nee, er staat een hek. Ja, dat denk je, ja. Er staat er wel watertuin door. Ja. Maar driekwart van de bevolking die hier niet woont, die loopt er langs. En mensen die hier wel wonen, die komen hier wel eens zitten. Ja. En, dat vind ik wel een goed idee trouwens. Maar dit is echt een oasetje in de stad. Ja. Dankjewel voor het meenemen. Oh, had ik zelf nooit gevonden, denk ik. Prachtig. Ja, dat is grappig. We waren net bij de Eusebiuskerk. En daar de toren van. We zijn er zelfs op geweest. En we hebben er buiten gestaan. Hele tijd staan turen, staan zoeken. Want dat is een van dé plekken in Arnhem waar je slechtvalken kan zien. Maar ja, dan sta je daar helemaal niks te zien. Maar ik heb een hele oplettende cameraman. Stefan, hier achter de camera. En die zegt vervolgens, kijk... Daar zit hij, de slechtvalk. En daar zit hij inderdaad in de regen. Nou, zelfs nu met het grauwe weer heel goed herkenbaar. Zo'n hele donkere rug. Dat van heel dichtbij staat een beetje lijgrijs. En dan zijn gespikkelde borst. En hij heeft zo'n heel mooi zwart kapje met van die baardstrepen hier. Voor die bakkenbaarden. En de slechtvalk is in Nederlandse steden en ook in Gelderland echt een succesnummer. Hij was uitgestorven in Nederland. En vanuit Duitsland... keert hij terug. En het is een ander slag slechtvalken dan vroeger. Vroeger zaten de slechtvalken voornamelijk in boomnesten op de Veluwe... of op kale zandplaten op de grond op de Wadden. Dat doen ze nu ook weer. Maar we hebben vooral slechtvalken die van hoge gebouwen houden. Nou ja, en die heb je eigenlijk alleen in de stad. Dus ze broeden op kerktorens, op grote palen van tv-masten. En ze gebruiken dit soort zendmasten. Volgens mij staat deze op het politiebureau als uitzichtpunt. Nou, deze zal wel zitten te wachten dat het stopt met regen... om daarna weer... op jacht te gaan om zijn kinderen te voeden. En dat doen ze vooral met verwilderde stadsduiven, van die verwilderde postduiven. En die vangen ze hier bij de kerk en bij de andere gebouwen. Dus dat scheelt wel overlast aan duiven. Maar ja, de postduivenhouders zijn er niet altijd even blij mee. Ik wel, want het was super zeldzaam. Toen ik begon met vogels kijken, kwamen ze in Nederland nauwelijks of niet voor. Zeker niet als broedvogel. En nu kun je ze gewoon in Arnhem, in Nijmegen, in Zutphen, in Wageningen... overal kun je ze zien, als je in de stad maar omhoog kijkt. Slechtvalken. Dag in de natuur, daar kan je een trek van, dat is echt ongelooflijk. En dan ook nog natuur in de stad, en dan kan je natuurlijk even een frietje halen. Maar het is wel een goede gedachte. Steeds meer groene plekken, die steden worden groter, die groene plekken hopelijk ook. Dat is goed voor iedereen. Voor de mensen, de vogels, de bloemen, de vlinders, de bijen, voor alles. Een lekkere friet ook. Visjes, wie wil er een frietje? Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga dan naar ons buitengewoon platform, buitengewoon.nl. Hier vind je het laatste nieuws en de mooiste foto's en video's uit de Gelderse natuur. Kijk mee met onze unieke livestreams of ga op pad met onze buitengewone natuurwandeling. Buitengewoon.nl